Yes. Je blijft maar winnen, blijft maar winnen. Waar stopt dit? Hoe dat? Was dit, had je dit gepland? Je wordt ook wel de nieuwe Barahari genoemd. Wat vind je ervan? It's time for glory! Voor de kijkers die jou nog niet kennen, stel jezelf even voor. Nou, ik ben Ismael Oeschini, ik ben 22 jaar oud. Ik vecht met Imausi. Momenteel mijn tweede A-partij gevochten, gewonnen op knockout. Dus dat is wie ik ben. We zagen net inderdaad je partij. Knockout, heel snel. Hoe dat? Had je dit gepland? Ging je ook voor de knockout? Of ging je voor punten? Hoe wilde jij dit laten eindigen? Ja, we gingen eigenlijk gewoon voor onze gameplan. Wij rekenen sowieso nooit op de knockout, maar als hij valt, dan valt hij. En dat was op dit moment het moment, dus ja, zo ging het. Wat je net zei, tweede A-partij. Poeh, dan is dit een fijne zegen voor de derde, zeg maar. Ja, dit is zeker een goede stap richting de derde. Ik weet niet wie de derde wordt, maar ik ben sowieso altijd klaar voor. En ik sta er gewoon. Superman. Wat is je volgende? Heb je iemand tegen wie je per se zou willen vechten? Nee, maar de meeste jongens die in mijn gewichtsklas zitten, ik ga voor niemand aan de kant. Ik train hard, ik heb vertrouwen in mezelf. Dus ik sta er zo. Je komt ook wel heel zelfverzekerd over. Dus dat is zeker zo, man. Wat is de gewichtklasse, sorry? Eigenlijk op drie gewichtsklassen. 72,5 vecht ik heel vaak. 75, maar ook 77,5. Dus ik zit in drie gewichtsklassen. Super. Nou ja, dan kun je voor alle drie gaan als je wil. Ja. Zijn dat ook misschien nog de doelen dan? Hangt van mijn trainer ook af. Mijn trainer bepaalt ook heel veel. En daarmee spar ik ook heel veel. Dus uiteindelijk beslissen we samen. Ik beslis nooit alleen. Dankjewel, man. Ga genieten in ieder geval voor vanavond. En dankjewel voor je tijd. Hoes. Dankjewel. Rustig aan. Motu Sassi, weer gewonnen. Yes. Je blijft maar winnen, blijft maar winnen. Waar stopt dit? Ja, dit stopt het. Ik zou niet weten. We zijn gewoon kaart aan het trainen. Voor elke partij. We houden niet van verliezen. We weten niet wat verliezen betekent. Dus we moeten gewoon keihard trainen. En elke partij op onze naam zetten. Dat is het allerbelangrijkste, man. Ik zie het, inderdaad. Wat is dan de next ding? De next ding, voor nu zitten we nog bij Infusion. 77 kilo. Wellicht ga ik een gewichtsklasse hoger, maar daar, we zitten nog te kijken hoe en wat precies. Dus daar kan ik nog niet te veel over zeggen, maar er gaan nog genoeg dingen aankomen. Maar voor nu zitten we nog bij Infusion en zijn we lekker op 77 kilo aan het draaien, man. Als ik denk aan een gewichtsklasse hoger, ja, is dat Donner Verwissen. Dan is dat Donner Verwissen. Goeie vechter, goede jongen. Die doet het heel leuk in 85 kilo. Dat is wel een leuke uitdaging voor je. Een leuke uitdaging. Elke nieuwe stap die je maakt, komen er weer nieuwe uitdagingen. Nieuwe stappen maken, nieuwe uitdagingen. Het houdt nooit op, snap je? Dus we blijven keihard doortrainen. En wie ons in de weg komt te staan, die zullen we uit de weg ruimen. Je wordt ook wel de nieuwe Barahari genoemd. Wat vind je ervan? Ja, is leuk. Sportief gezien is het heel leuk dat je vergeleken wordt met iemand zoals Badr. Wat doet het met je? Het doet niet veel. Ik ben gewoon mezelf, snap je? Ik heb een eigen vechtstijl. Misschien dat mensen wat gelijkenissen zien in onze stijl. Maar ik heb mijn eigen stijl. Badr heeft zijn eigen stijl. Hij is een hele andere persoon. Ik ben weer een hele andere persoon. Maar de vergelijking sportief gezien is gewoon leuk. Zeker. Doet niks met de druk? Nee, doet niks met de druk. Ik heb een eigen carrière die ik moet... Die ik omhoog moet schieten en niet de zijnde, toch? Zo is het. Wat is je volgende partij? Ik sta 16 december in Dubai. Dat is voor nu next, man. Verandert dat nog? Verandert de voorbereiding daardoor? Want Dubai, waarom? Dubai, ja. Dubai Infusion. Een keer in het buitenland vechten ook. Eerste keer? Nee, het is de tweede keer. Vorig jaar heb ik daar ook gevochten, maar dat was toen in Abu Dhabi. En dit keer hebben ze verhuisd naar Dubai. Dus wordt een leuk galatje. Tegen wie sta je daar? Ik ben zijn naam vergeten, man. Maak jou ook niks uit, toch? Nee, maar ik sta er wel. Wat je...
willen brengen. Wat je net al zei, iedereen die ons in de weg staat, ja, die moeten we uit de weg ruimen. We zijn hier, het is sport, maar het is ook vechten, dus... Ik kan me nog wel herinneren tegen Robin Siri. Het vond ik wel een close call gevecht. Is dat nog iets misschien wat je nog in deze gewichtklas zou willen doen? Zou kunnen. Als er een aanbieding komt of een aanbod of iets. Ik sta er zeker open voor allerlei. Voor elke partij sta ik open. Ik ga geen enkele wedstrijd uit de weg, maar het moet het wel waard zijn. Moet het wel waard zijn, ja. De laatste vraag dan maar. Je hebt gewonnen. Dat ga je vieren. Hoe ga je? Gewoon naar de kleedkamer, even douchen en dan even het gala afkijken. Een mooie hoofdprogramma straks, de Glory kickboxing. Naar huis, lekker slaap weer. Want we zijn sportmannen, we moeten de volgende dag weer opstaan om te trainen. Net Special Forces dit. Ja toch, het is, je kan gaan feesten, je kan wel gek doen, maar ja, dan moet je weer bij nul beginnen. Zo is het, een echte sportman. Ja, toch. Dankjewel voor je tijd en ik wens jou een hele fijne avond, man. Thanks, man, brother. Goed, dankjewel voor je tijd. Ja, toch.